Dag lieve mensen, ik ben Tine en welkom op mijn kanaal. Ik heb voor mijn kerst deze bullet journal gekregen. Deze is er eentje van CreaChic. En vandaag ga ik daar in beginnen. Ik vind zo'n bullet journal altijd heel handig om als agenda te gebruiken. Ik heb die de voorbije jaren ook gebruikt, deze van Mus. 2018 ben ik ermee begonnen. 2019, 2020. Vorig jaar heb ik mijn Junk Journal gebruikt als agenda. Maar ik vind deze makkelijker als dagboek of als reisjournal. Of om gedichtjes, ideeën, verhaaltjes in te schrijven, wat in te tekenen. Maar als agenda heb ik dan toch nog het liefst een bullet journal. En ik ga er vandaag in beginnen. Deze is een hele mooie. De omslag lijkt wel van leder. En daar zit ook een inspiratieboekje bij. Ga ik zeker niet gebruiken, want iedereen heeft zijn eigen stijl voor zijn bullet journals. Ik gebruik hem vooral als agenda. Hier ga ik mijn naam en zo inschrijven. Hier komt een verlanglijstje. En hier ben ik al begonnen met de jaarkalender. Januari heb ik gemaakt. Deze moet ik nog doen. Stickertjes, daar gebruik ik vooral deze stickerboekjes voor. Die komen ook van bij Action. En ik plak heel veel prentjes in. Zoals hier bijvoorbeeld. Dit is dan mijn voorpagina van januari. Met een mooi winterprentje. En ik haal mijn prentjes altijd uit de kalenders van bij Libelle. Daar zitten altijd zo'n mooie prentjes in. En ik gebruik ook stickertjes bijvoorbeeld van deze journal, bullet journal stickers die ik ooit bij Action heb gekocht. Maar ik gebruik vooral prentjes uit die kalender. Kijk eens hoe mooi dat die zijn. En dan heb je altijd bij elke maand echt zo de thema prentjes. Dat vind ik ook keischattig, zie. En ik moet zeggen, ik neem die kalender al heel lang, al vele jaren. En hier zitten al die prentjes in die uit die Libelle kalenders komen. Dat is al een hele hoop, hè. Zo. Wat heb ik dan nog gemaakt? Hier dan mijn maandkalender. En dan ben ik hier gestart met mijn agenda, hè. Ook overal die prentjes. Een to-do-lijstje, dat is ook een stickertje. En deze kleine stickertjes, die komen dan uit deze bullet journal. Ziet, dat zijn de dagen. En die heb ik daar dan overal van boven geplakt. Hè. Ik hou er nogal van dat het strak is. Je hebt heel veel mensen die heel veel doodelen en tekenen. Ik heb liever in mijn agenda dat het strak en overzichtelijk is. Hier moet ik nog de dagen bij plakken. En dan maak ik ook altijd
Zo een pagina voor de highlights, januari was. En daar kan je dan ook eventueel fotootjes of zo bij plakken. Maar ik heb hier ook nog... Hier moet ik de verjaardagen ook nog maken. Maar dan ga ik nu eens kijken of ik hier nog de dagen van de week kan bijplakken. Die ga ik hier uithalen. Dat waren heel leuke boeken. Hè? Ik heb er zo verschillende. Maar ik wou dan... Oei. Ik heb niet allemaal zo dezelfde. Ik wil eigenlijk nog wel dezelfde dan dat daarin plak. Ik hoop dat ik daar nog een bladzijde van vind. Een andere. En in zo'n journal kan je natuurlijk ook altijd lijstjes en trackers en zo maken. Hè. Bijhouden welke films je gezien hebt of welke films je nog wilt zien, series, al die dingen. Voilà, hier heb ik ze nog. Maar ik maak dan niet zo'n lijstjes. Ik maak alleen een verlanglijstje, een verjaardagslijstje. En dan wat dat ik in de week heb, zo wat ruimte overgelaten, dat ik overal toch wel ruimte heb om iets in te schrijven of eventueel een fotootje of zo bij te plakken. Dus dan ga ik nu hier de dagen plakken. Zondag ontbreekt. En hier dan. Terug. De maandag heb ik hier ook niet meer. Ik ga nog eens kijken in mijn boek. Het zijn niet exact dezelfde, maar ik kan het natuurlijk ook altijd zelf schrijven. In dezelfde kleuren blijven. Dan ga ik deze gebruiken. En dan hier de zondag. Ik heb hier ook zo allerlei stickertjes. Die zijn ook van de Action. Dit vind ik ook wel heel leuk. Ik ga die hier plakken. En hier ga ik een to-do-lijstje.
En hier wil ik een leuke quote. Hier komt dan een verlanglijstje. Wat ik ook wel ontdekt heb, dat is dat deze pagina's smaller zijn dan die van de originele mus. Ik ga eens direct hier er een bij pakken. Ja. Die is veel smaller. Dat vind ik nu ook wel een beetje jammer, want dan ga ik alles wat dichter bij elkaar moeten zetten. Dat was deze van 2018. Kijk, hier had ik dan ingestempeld en getekend en ingekleurd. Dat is ook wel leuk, hè? En hier had ik dan met een spray verf gespoten. Maar ik kan die nu niet helemaal laten zien, want er staan toch wel wat persoonlijke dingen ingeschreven. Dat wordt mijn verlanglijst voor dit jaar. En hier komen de verjaardagen. Hier ben ik niet tevreden over. Daar ga ik dus iets over plakken. De hoekjes afronden. Dat past er net over. En dan ga ik dat hier eventjes opnieuw opschraven. Ik ga het wat dichter leggen.
korter snijden, want mijn gom heeft vlekken gemaakt. Dus je ziet, als je een foutje maakt, dan kan je altijd nog wel verdoezelen met er iets over te plakken. Eens kijken, nog een keer tapen. Ja. Daar nog eens rond. Ik wil hier nog iets op stempelen. Eens kijken waar ik mijn grotere clearbook neem. Hier zo zetten. Zo. Ik weet dat er de 11e iemand jarig is. De 20e. De 26e, de 29e en de 30e heb ik iemand. En dan ga ik daar en dan ga ik hier later de namen allemaal
bijschrijven. De jaarkalender moet ik nog afwerken. En dan is mijn maand januari klaar. Hier ga ik misschien toch nog iets met mijn lat, want ik hou van strak. Hier ga ik een lijn trekken. Toch een beetje. Kan ik al één naam invullen? Die mogen jullie weten. Namelijk ikzelf. Voilà. Ik. Zo, januari is klaar. Hier komt dan nog mijn voorpagina met mijn naam, eventueel mijn adres en zo, voor als ik mijn journal ergens moest laten liggen of zo, dat mensen mij altijd kunnen terugvinden om hem terug te bezorgen. Hier komt mijn verlanglijstje van dit jaar. Dat is in het midden, sorry, dat is aan het begin van mijn journal. Dat doe ik altijd. De jarige van januari. Normaal gezien doe ik dat altijd hierachter, maar ik had hier nu een lege pagina, dus heb ik dat hier gedaan. Mijn voorblad. Mijn maandkalender. En dan mijn agenda. En vandaag zijn wij de 13e. Dus uploaden. YouTube filmpje. En dan schrijf ik erbij welk filmpje het is. Zo, met een ander kleurtje. En dat is dan setup. Bullet journal. Januari. Voilà. En dat is dan de rest van de maand. Dat ga ik straks buiten beeld allemaal nog invullen. En dan hier komen de highlights. En dan is de maand januari voorbij. En dan ga ik hier volgende maand beginnen met februari. Zo, hopelijk heb ik jullie weer wat inspiratie kunnen geven. Dus ik gebruik vooral prentjes van de libellenkalender. Ik stempel veel en ik gebruik ook vaak van deze stickerboekjes. Nu, ik heb hier nog niet veel ingeschreven, maar dus bijvoorbeeld hier, hè, uploaden filmpje. Daar kan ik dan altijd nog wel iets leuk bij plakken. Zo. En bijvoorbeeld hier, vorig weekend heb ik een leuk weekend gehad.
dan kan ik daar altijd zo'n stickertje bij plakken. Voilà. Ja, vandaag ben ik ook bij mijn broer en schoonzus op koffieklets geweest. Dus eigenlijk had ik daar beter. Ik ga dat wat kleiner knippen. Eens kijken, waar is mijn schaar? Want het ligt hier ondertussen weer goed vol. Zo, want ik ben vandaag een kopje koffie gaan drinken bij mijn broer en schoonzus na mijn werk. Zo. Dit was het dan voor vandaag. De setup januari. In mijn mooie nieuwe bullet journal van Creachic. Ik zeg het, normaal gebruik ik er altijd van Mus. Het enige jammere vind ik dat deze toch wel een stukje kleiner is. Het leuke is hier dan weer wel dat de pagina's mooi afgerond zijn en bij deze Mus niet. Die zijn hoekig, maar ja, dat kon je altijd zelf met een hoekpons afronden. Voordeel is natuurlijk, die past wel iets beter in een handtas. En hier is ook zo een pennenhoudertje aan. Dus je kan er altijd zo je pen in steken. En het voordeel is ook dat deze dichtgehouden wordt met een elastiek en die is zeer stevig. En dat hadden de gewone bullet journals van Mus niet. Dus vanaf nu besteed ik elke maand één filmpje aan het bullet journalen als ik een nieuwe maand start. Bedankt om te kijken. Als jullie geen enkel filmpje van me willen missen, vergeet dan niet te abonneren. Druk ook even op het belletje, dan krijg je een melding wanneer ik een nieuwe video online zet. En dan zie ik jullie volgende keer terug.